Nee. Gisteravond werden de Edisons uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. Ronald, je vroeg iedereen het hemd van het lijf. Maar je bent toch helemaal niet genomineerd? Nee. Nou, Douwe dan misschien niet, maar de nachtegaaltjes die wel genomineerd zijn in een van de 11 categorieën, hebben dat heus wel verwacht. Toch? Ik gok dat mijn kansje om echt een award binnen te slepen klein is. Maar ik ben enorm vereerd dat ik genomineerd ben. Edisons is toch wel best wel, ja, volgens mij wel de zwaarste muziekprijs een beetje, voor mijn gevoel wel. En dat ik dat 3 keer genomineerd mag zijn in 3 mooie categorieën ook, is gewoon een eer. Jullie zijn genomineerd? Ja, we zijn genomineerd. Niet gelijk in die underground rol, kom op man. Okay, we zijn genomineerd, ja. Yes. Ja, en natuurlijk komen de artiesten niet alleen om een bokaal mee naar huis te nemen. Nee, die gouden keeltjes moeten hard aan het werk hoor. Ik weet, ik bitch, maar wat jij flikt is niet normaal. Bloed, zweet en tranen gieren door de zaal. En dan is het moment suprême daar. En de grote winnaar is Ronnie Flex. Ik kan het nog steeds niet geloven. Net backstage een juryrapport werd opgelezen. Zoekend, experimenterend en inspirerend. En ik zei van, joh, dit gaat niet over mij. Dit kan niet over mij gaan. De Edison voor beste album gaat naar Ronnie Flex. En uiteindelijk win ik gewoon beste album van het jaar en beste hip-hop album. Ja, wat onwijs leuk en wat een eer dat je hier bent, Ronnie. Dankjewel. Ja, het was ongelofelijk. Ik kon het nog steeds niet geloven. Vanochtend toen ik wakker werd, ik was zo lekker wakker geworden. Iets wat jij hebt gemaakt, Ronnie, wordt een modern meesterwerk genoemd. Ja, precies. Ja, echt, ja, het is echt prachtig, ja. Ja. En als ik heel eerlijk moet zijn, zo voel ik mezelf wel altijd erover, over alles wat ik maak. Maar dat moet je ook doen als muzikant, denk ik. dat ik die erkenning ook dan krijg bij de grootste popprijs van Nederland. Ja, want dat is het wel. Want vorig jaar zat je die boel een beetje af te vinken, was heel ongezellig. Maar dit jaar was super gezellig. Nou, iedereen was er. Ja, dat. Op één iemand na de dance act. Maar goed, die jongens zijn nooit thuis. Mm-hmm. Was iedereen er, dat is te gek. Want daarvoor kreeg die prijs wel wat meer elan. Nu nog een paar uitreikers die ook iets moois over de juryleden kunnen zeggen. Erik Corton deed het fantastisch. Maar uiteindelijk is het dan toch een beetje het oplezen van het file nieuws. Zo snel moet het dan gaan. Je zou nog een paar grote oude awardswinnaars willen zien. Maar het was echt tot in de punt geregeld. Het was een perfecte avond. Maar wat is nou precies die Edisons? Wel even belangrijk. Dat is dus een juryprijs. Bestaat sinds 1960. Er zijn inmiddels al wel 750 uitgereikt in de loop van het jaar. Maar je hebt ook weer 3 categorieën. Je hebt de pop, dat was gisteravond. Je hebt ook jazz. Je hebt ook nog klassiek. Wie denk je dat de meeste ever heeft gewonnen? Marco Borsato? Herman Veen. Oh ja, serieus ook. Ja. Anouk? Hoeveel? 16. 11? Kan ik natuurlijk niet zeggen wie heeft de meeste gewonnen. En wat is de eerste? Twee. Neem ons even mee. Wat vind je nou zo goed aan de muziek van Ronnie? Nou, omdat hij het namelijk niet alleen maar over bitches, hoes en auto's heeft, waarbij we vaak aan rapmuziek denken. Ronnie is iemand die zegt nog even van, kan ik even in je leven zijn? Snap je? Dat is toch even wat anders van, ik trek je aan je haren mee het bed en ik woon je uit. Ja. Dat mag ook. Ja. Maar dat denken we toch wel heel vaak bij hip-hop en rap. Ja. En daarnaast, wij komen heel vaak in dezelfde studio. Werkkamp kom ik heel vaak tegen. Of dat ik daar nou s'nachts kom of om 7 uur 's ochtends kom. Hij is aan het werk. En dat komt dus niet vanzelf. Maar er is ook wel wat veranderd. Hè? Want je ziet er gewoon super helder uit. Jazeker. Ik ben nu een maandje gestopt met blowen. Na 10 jaar. Het voelt super goed. Ik voel me super actief. Ik maak super veel muziek. Ik krijg zoveel inspirerende berichten van jongeren. Ik merk ook dat ik echt heel veel mensen geïnspireerd heb ermee. Ja, het is gewoon heel mooi. En heb je het idee dat je net zo goed werkt of beter dan vroeger? Veel beter. Ik heb voor mijn gevoel al 4 nieuwe topnummers gemaakt waar ik in de tijd dat ik blowde, dat ik daar misschien een halfjaartje over zou doen om er 2 daarvan te maken of zo. Ja. Dus dat gaat echt veel sneller. En wat betekent deze prijs dan? Want ik zag dat je echt zenuwachtig was in de coulissen. Ja, deze prijs is toch een bekroning op mijn carrière. Dit is iets wat ik later aan mijn kleinkinderen kan laten zien. Dit is voor altijd Edison 2018. Maar is dat omdat het collega's zijn die zeggen van, oké, dit... Nee, dat is
Ja, maar een jury. Dat is nog het rare van alles. We hebben iedereen voor de camera getrokken. Niemand durft te zeggen van, ja, natuurlijk ga ik dit verpakken. Want ze hebben geen idee, want het is niet gelieerd aan je hoeveelheid streams of wat dan ook. Dus ze lopen allemaal in de dark daar rond. Zo van, ja, nee, wel, ik weet niet. En het zijn gewoon een aantal radio-dj's. Ruud de Wild uiteraard en iemand van Spotify. En die bepalen. En ze zijn, kijk, hij is nog zenuwachtig. Ja. Tot slot even. Ja. Nu op vakantie, wat ga je doen? Ja, vakantie, nieuwe muziek maken. Bezig met 2 nieuwe albums komen eraan. Ja, meer Ronnie Flex. Oké, okay. Het ga je goed. Ga je goed.